De epidemie COVID-19 heeft sinds maart 2020 Suriname ook in de greep. Door minister van Volksgezondheid, de heer Amar Ramadan, is gevraagd aan de protocollencommissie COVID-19 om richtlijnen te ontwikkelen voor het nieuwe normaal ten behoeve van het veilig werken in overheidsinstanties. Vanaf vandaag zullen wij tijdens het COVID-19-journaal meer tijd en aandacht besteden aan de protocollen van de belanghebbenden. Welkom, dit is het COVID-19-journaal. President Santokki heeft gisteravond nieuwe mededelingen gedaan met betrekking tot de versoepeling van de maatregelen en een geleidelijke overgang naar het nieuwe veilige normaal. Voor nagenoeg alle bedrijfssectoren liggen er protocollen klaar die in de komende dagen geïmplementeerd moeten worden. Zoals u weet is het proces van een veilig normaal, nieuw veilig normaal ingezet. De president heeft dat in een toespraak kenbaar gemaakt aan de samenleving. We hebben dat advies geformuleerd op basis van een dalende trend van infectiegevallen. De afgelopen weken weet u dat we te maken hadden met een toename aan infecties. We hebben enkele maatregelen aangekondigd, aangescherpt en die maatregelen hebben de vruchten afgeworpen. Eveneens kan ik aangeven dat voorlichting naar de samenleving ook behoorlijk is geïntensiveerd. We hebben diverse programma's, diverse voorlichtingprogramma's, COVID-journaal is daarvan een voorbeeld. Het is een onmisbaar deel geworden in de voorlichting. Mensen kijken dagelijks uit naar de nieuwe aflevering van COVID-journaal. Ook op Facebook en andere social media kijkt men uit naar de nieuwe afleveringen. En het is goed om dat te vermelden, dat een COVID-journaal een dergelijk effect ook kan teweegbrengen. Belangrijk is dat het proces tot een nieuw veilig normaal is ingezet. We hebben, zoals de president heeft gezegd, gehoord dat een aantal sectoren die op slot waren, nu met het veilig implementeren van protocollen wederom over kunnen gaan tot het herstarten van hun bedrijfsactiviteiten. En wat betekent dat? Betekent dat vanaf vandaag 14 september u gaat zien dat alles weer open is? Dat denken wij niet, omdat dat is een fase, zijn in fasen. Het is een gefaseerd plan hoe wij de samenleving weer op een veilige, verantwoorde manier kunnen openstellen voor het publiek. En ook daarmee de economie weer een boost kunnen geven, zodat de COVID-impact die het heeft op de economie ook beperkt blijft. We hebben met de sectoren gesproken. We hebben met diverse vakgroepen gesproken, met diverse instanties gesproken die belangrijke bedrijfssectoren vertegenwoordigen. Zo hebben we met de VSB gesproken, de bushouders gesproken, de vereniging van casinohouders gesproken. Noem maar op, recreatieorde en alles. Feit is dat we hebben geconstateerd met elkaar dat we het allemaal mee eens zijn dat veilig werken nu meer dan een noodzaak is. En veilig werken in de zin van hoe werk je veilig. Niet dat ieder kan zomaar opstaan en zeggen ik werk vanaf vandaag veilig. Ik vind dat ik zelf veilig werk. Nee, daarvoor is de overheid er. We hebben protocollen geproduceerd. We hebben meer dan 18 protocollen nu ready en voor het publiek toegankelijk. De sectoren die zijn ook voorzien van deze protocollen. Die moesten allemaal hun de protocollen, de checklist in de protocollen dan afwerken. We hebben dus geconstateerd dat een heleboel sectoren reeds goede stappen maken. En dan vinden wij het meer dan terecht dat als wij als overheid protocollen maken om veilig te werken en ze er eenmaal zijn en die sectoren gereed zijn, dat we dan kunnen beginnen met een voorzichtige opstart van de bedrijfsvoering van bedrijven. En in dat kader zijn we dus vanaf vandaag bezig. We hebben de afgelopen weken inspecties uitgevoerd, etc. U zult dus ook zien dat niet alles open zal zijn, omdat simpelweg de bedrijven nog de protocollen en de zaken die zijn opgenomen in de protocollen moeten invoeren en doorvoeren in hun bedrijfsvoering. Dat betekent dat als wij zeggen dat bijvoorbeeld restaurants met terrassen nu weer open kunnen, indoor dining niet, maar restaurants met terrassen wel, dat u er niet van moet uitgaan dat alle terrassen gelijk open zijn, omdat niet alle restaurants misschien de voorzieningen getroffen hebben. En de andere belangrijke afspraak die we hebben gemaakt, en daar rekenen we op de verantwoordelijkheid van de burger, dat als u ergens aankomt en er zijn bepaalde voorschriften, er zijn bepaalde regels waaraan u zich dient te houden, zoals bijvoorbeeld het opheffen van een mondneusmasker als u een terras zou betreden,
of bijvoorbeeld afstand te houden, of bijvoorbeeld uw handen te wassen als u daar aankomt. En u dat niet doet, de toegang tot de gelegenheid u zal ontzegd worden. Aan de andere kant hebben wij de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder of van het bedrijf, die volgens een checklist de protocollen moet nagaan en ook moet toeletten erop dat de protocollen worden nageleefd. Want is de afspraak met de overheid gemaakt dat als wij onze controles zullen uitvoeren, en we hebben geen reguliere controles, we doen controles op steekproef geweest of we zijn bijvoorbeeld van mening dat we geluiden horen van een bepaalde sector die zich niet houdt aan protocollen of een bedrijf, dat we dan een controle uitvoeren. En is de afspraak gemaakt, als u zich committeert aan het doorvoeren van een protocol om uw bedrijfsactiviteit weer op te starten en wij een controleactiviteit uitvoeren en mocht blijken dat protocollen niet correct worden nageleefd of u niet alles in place hebt, dat er ook sancties zullen volgen. Sancties naar de mensen die de bedrijven hebben. Ook nu is het van belang dat ondernemers en bezoekers van gelegenheden en werkruimtes zich stipt blijven houden aan de regels opgenomen in de COVID-19-protocollen. Anders zijn er sancties. Sancties kunnen variëren van een aanmaning, een correctie ter plaatse of een waarschuwing, afhankelijk van welke regel in de protocollen, welke voorschriften in de protocollen zijn overtreden. Maar ook kunnen sancties variëren naar sluiting of zelfs het intrekken van een vergunning. Omdat we kijken naar de ernst van welke regels in de protocollen zijn overtreden. Inmiddels loopt ook onze overheid warm voor de nieuwe COVID-19-protocollen voor de werkplek. Dinsdag zullen topfunctionarissen van alle ministeries deelnemen aan een Zoom-informatiesessie met de makers van deze protocollen. Die zullen dan natuurlijk klaarstaan voor het beantwoorden van alle vragen en het aannemen van suggesties. Mevrouw Astracia Warner is als milieudeskundige verbonden aan het Nationaal COVID-19 Outbreak Management Team. Ik ben er om te vertellen dat het Outbreak Management Team op 15 september aanstaande een informatiesessie zal organiseren voor ministeries om hen te helpen om in compliance te zijn met de protocollen ten einde een COVID-19 veilige werkplek te creëren en te behouden voor medewerkers die dus te werk zijn gesteld op de ministeries. Dit protocol is ontwikkeld door de protocollen werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid, Outbreak Management Team, en op een gegeven moment moet het gaan leven. Daarom hebben we dus deze online, het wordt een Zoom sessie, per ministerie mogen 4 personen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van dit protocol en natuurlijk de uitvoering daarvan, die mogen zich dus opgeven via de afdeling PR van het ministerie van Volksgezondheid. Onze deskundigen van het Outbreak Management Team die gewerkt hebben aan de protocollen zijn beschikbaar om te vertellen, meer in-depth informatie te geven over de protocollen, wat het allemaal inhoudt en hoe het geïmplementeerd kan worden. Tijdens deze sessie is er ook de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de ontwikkelaars van het protocol. Als mensen met technische vragen zitten, hoe moet het geïmplementeerd worden, dan zijn de deskundigen daar om dus invulling te geven, om in te gaan op de gestelde vragen. De protocollen die zijn gebaseerd op preventie en hoognodige technische aanpassingen bij de inrichting van werkruimtes. We staan hier aan het begin van het commissariaat, de entree zoals u ziet. En door deze entree gaan niet alleen de personeelsleden, maar ook alle bezoekers. En aan de entree ziet u al gelijk onze wasgelegenheid. Er is zeep, er zijn tissues gezet en er is een prullenbak om dan ook de tissues weg te werpen. Voor de rest zult u straks binnen ook zien dat wij alle regels in acht nemen als het gaat om de veiligheid van het personeel, dus van onszelf, maar ook van de bezoekers. En het behelst natuurlijk, zoals u ook ziet, de mond-neusbedekking, maar ook de social distance. We hebben markering
binnen aangebracht voor de bezoekers. Voor de rest hebben we ook, voordat ze het gebouw binnentreden, aangegeven op muren wat de regelgeving is met betrekking tot datgene dat het COVID-19 management team ons voorschrijft. Wij voeren slechts uit en we geven gehoor aan de oproep van de regering. En last but not least, ik loop er ook zelf mee. En dat is een advies naar allen toe. Loop ook met je eigen hand sanitizer. Want behalve dit, uw mondneuskapje, is dit natuurlijk second best. Want niet overal is het zo dat er nog wasgelegenheden zijn aangebracht. Dit protocol is voor overheidsinstanties. De overheidsinstanties die zijn blijven werken. Toch? Maar je wil hebben dat ook de mensen op hun werkplek veilig zijn. Een veilig gevoel hebben, dat ze weten hoe ze moeten handelen. Welke voorzorgsmaatregelen ze moeten treffen, zodat zij in ieder geval het virus niet oplopen en ook niet verder kunnen verspreiden. In het protocol zijn maatregelen opgenomen die te maken hebben met, dus preventieve maatregelen zijn opgenomen die te maken hebben met onder andere de hygiëne, maatregelen die te maken hebben met technische aanpassingen die er gedaan moeten worden, de ventilatie. Soms kan het zijn dat een ruimte hermetisch dicht is met een airconditioning system. Dan geven wij advies welke aanpassingen nodig zijn zodat die ruimte toch wel adequaat geventileerd kan worden. Dus nadat wij deze infosessie hebben gedaan, is er ook ruimte voor de ministeries die dat behoeven, dat onze technische teams naar de locaties gaan om een inspectie uit te voeren. Dat is in fase 3 dus, om een inspectie uit te voeren, om ze op locatie dus te adviseren wat er allemaal verder aangepast zou moeten worden, ten einde te garanderen dat de ruimtes COVID-19 veilig zijn. Natuurlijk speelt de human factor een hele belangrijke rol. Dus het wordt een hele interessante sessie. De deskundigen zullen ingaan op de inhoud van het protocol, ook de achtergrondinformatie, de technische informatie ook nog verstrekken, zodat wanneer er binnen het ministerie vragen zijn, zij als aanspreekpunt ook kunnen dienen voor de mensen op de werkvloer. Om het proces tot normalisatie vlot te doen verlopen, dient elke burger en ondernemer zich strikt te houden aan de protocollen die zijn voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid. De afspraak die is gemaakt met de sectoren en de samenleving door de president is, mochten we merken dat de maatregelen die wij nu hebben enigszins hebben versoepeld met de verantwoorde normalisatie, hou u rekening met het woordje protocollen, overal waar u gaat, gaat u. Als u iets gaat doen, is conform het protocol. Als u ergens gaat eten, op een terras, zult u niet de plek kunnen kiezen. De mensen gaan u aanwijzen waar u moet zitten. Omdat dat volgens het protocol zal worden uitgewerkt. En als u iets gevraagd wordt, doet u dat alstublieft om verdere problemen te voorkomen. Uw inzet zal helpen om het proces tot normalisatie zo vlot mogelijk te laten lopen. En als wij merken vanuit de overheid dat de infecties weer aan het toenemen zijn, als wij merken dat de samenleving en de sectoren zich niet houden aan de gemaakte afspraken, om welke reden dan ook, zullen wij als regering, als verantwoordelijke regering, genoodzaakt zijn om de versoepelde maatregelen wederom aan te houden en te verscherpen. Dat is de afspraak die ik met u maak als minister van Volksgezondheid. Dat was het dan weer voor het COVID-19 journaal. Ik wil u bij deze nogmaals eraan herinneren dat de partiële lockdown nog steeds geldig is van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Houdt u zich AUB nog steeds aan de maatregelen. Handen wassen, mondkap op en social distancing van 2 meter. Fijne avond verder voor u en we zien u dan morgen weer. Tot dan!